welkom bij Scuba Pro Talks. Ik ben Martine Greten van Scuba Pro en ben sales manager voor de regio Nederland en Vlaanderen al sinds 20 jaar. Dit is onze dive cat, Winky. Misschien hebben jullie hem al eerder gezien in andere filmpjes. En de ene keer doet hij alles wat ik zeg en de andere keer doet hij niets wat ik zeg. Dus hij gaat hier lekker nu eventjes aan de kant, hoop ik zo. Want ik ga jullie wat vertellen over een nieuwe level. Een level dive jacket is een basic jacket, dus voor de beginnende duiker of voor de duiker die zegt, ja, ik wil er niet te veel geld voor uitgeven. En eigenlijk heb je gewoon alles wat je nodig hebt, heb je in dit jacket. Het heeft een soft backplate, het heeft een hele grote sterke handgreep, makkelijk uit te tillen, ook als je cilinder eraan hangt. Het heeft brede schouderbanden en draaibuckels. En hij heeft aan beide zijden grote pockets die voorzien zijn van een soort rubberen coating, zodat het ook mooier blijft als je in wat ruwe water of met eventueel rots of wat dan ook waar je in terecht komt, dat het niet kapot kan gaan of als je veel duikt. Je kunt de octopus aan de rechterkant of aan de linkerkant met de slang hierin steken en je kunt de pockets openen om er eventueel nog een loodblokje in te doen. Maar in principe moet het al voldoende zijn met de loodpockets die geïntegreerd zijn. Die zit standaard in de jacket. Die plaats je hierin. Ritsje zet hem dicht zodat je niet je loodblokken kunt verliezen onder water. En op die wijze plaats je hem terug. Het is wel belangrijk om te weten dat als je je loodpocket onder water zou willen losmaken, dat je dat eigenlijk kruislinks doet. Dus je pakt ze zo kruislinks vast, je klipt de pockets los, die hebt de pockets hier hangen. Ik zal het even laten zien. Kruislinks, die kant, los. En op die manier krijg je hem uit je jacket. Hij heeft een voorbereiding voor een mesje. Dat is de Y-tip. De Y-tip past hier perfect op. Er zitten ook kleine achterpuntjes op, zodat je die heel mooi kan vastzetten op de jacket. En hij heeft natuurlijk alle belangrijke ontluchters. De gewone normale ontluchter, de trekontluchter. Ook op dit jacket zit de Scuba Control. Dat is een gepatenteerd systeem. Dat is eigenlijk voor de instructeur. Zodat als je ziet dat zijn leerling wat te veel lucht in zijn jacket heeft, dat hij die zonder dat de leerling het gelijk in de gaten heeft, kan ontluchten. Tuurlijk heeft hij achterop zijn ontluchtingssysteem. En uiteraard op de rechterschouder je normale trekontluchter. Die zit hier. Hij heeft een bandje hier op je borst, zodat hij mooi vast zit hier bovenaan. En wat ik al zei, de draaibuckels zorgen ervoor dat de banden wat prettiger naar achter toe lopen. Mocht het nodig zijn, dan kun je de banden verstellen. Aan de achterkant is dat heel makkelijk te doen door de band in te korten of te verlengen. En we hebben op dit jacket ook nog de standaard cinchband. De roestvrijstalen band die ervoor zorgt dat het jacket steviger op het cilinderverhouder ingesteld. En je kunt hier eventueel een dubbel setup plaatsen. De adviesverkoopprijs van de level is €3,39. Dus ja, fantastisch jacket met alle mogelijkheden voor een hele, hele nette prijs. Ik zou zeggen, zie je weer de volgende keer. Misschien is Winky er ook weer bij. En hou je sterk, hè. Tot ziens.